De landmacht bestaat 200 jaar. En dat viert het krijgsmachtdeel met de samenleving. In aanloop naar de Landmachtdag van 23 april fietst landmachtcommandant Marten Kruijf met een aantal wielercorypheeën 200 kilometer langs historische plekken. Met de tocht 200 voor de toekomst vragen zij aandacht voor het Jeugdsportfonds. Wij gaan 200 kilometer fietsen vanaf Waterloo terug naar Utrecht. En wij bezoeken daar veel slagvelden waarin de landmacht heeft gevochten de afgelopen 200 jaar. Maar we gaan ook naar minstens 200 scholen. En overmorgen gaan we naar minstens 200 plaatsen onder het mom. Wij zijn van u, wij dienen u, hier zijn we en dit doen we. Terwijl de wielrenners zich in het zweet werken, vertellen militairen op scholen hun persoonlijke verhaal. Door de burgers op te zoeken, wil de landmacht het maatschappelijke bewustzijn over de organisatie vergroten. Ik mag vandaag in ieder geval wat vertellen over de landmacht. En dat vind ik ontzettend leuk natuurlijk, want dat is mijn beroep. En ik doe het al behoorlijk wat jaartjes. En dat komt er eigenlijk op neer dat wij over heel de wereld inzetbaar zijn en daar proberen vrede en veiligheid te brengen. Wat zou het moeilijkste zijn van militair zijn? Dat je vaak weg bent. Je bent niet altijd thuis. Er zit zeg maar van alles in de rugzak, waardoor wij 72 uur kunnen blijven leven. Hier kun je uit eten en daar kun je mee koken of inkoken. Bestek, samengevouwen. In de klas hebben we een gesprek gehad met een soldaat en hebben we dingen geleerd wat hij in zijn leven heeft gedaan als soldaat. Je krijgt heel veel informatie en je wordt heel veel uitgelegd over de 200 jaar landmacht. En wat vond je het mooiste verhaal? Over dat die kinderen en mensen moesten helpen in Irak en ze uit de berg moesten halen. Dat vond ik wel heel leuk om te horen. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt vandaag? Dat het leger niet gaat om wapens en schieten en zo, maar om vrede en vrijheid. Ik vond dit echt fantastisch. De kinderen zijn ontzettend enthousiast. Dat zie je echt aan alles. Ze hebben honderden vragen. Die willen ze ook het liefst gelijk afvuren op je. En dat is alleen maar mooi te zien. Onder de fietsers, kom dan vast bij de prachtige.